Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Scheidsrechter Sjoek Kroela fluit voor het begin van de wedstrijd DVS 33 Hoek met balbezit voor DVS en wel Jeremy Jonker. Middels Smulders. Maar twee man is te veel voor hem. Roemejon. Drie man. En de vierde ook nog een keer omzeilend. Schot. Eerste schot van Oktay Öztürk. Heel alert gereageerd. Paas komt niet aan bij Benjamin Roemejon. Had meer uit te halen geweest. Nu weer. In dit geval goed verdedigend werk van Roald de Vries. Pilon. Tik terug. Roald de Vries. Kijkt. Zet de bal daarvoor. Helemaal. Bijna. Prachtige voorzet. Roald de Vries op Joshua Patrick. Maar een dito reactie van de keeper. Jordi de Jonge. Oktay Öztürk. Kijk, ziet er goed uit. Mooi combinatiespel. En dan in één keer verplaatsen. Joshua Patrick. Mooi. Uit de low daar. In het strafschopgebied. Tegenstander tegenover zich. Kan toch nog tot een schuiver komen. Constantia, een snelle omschakeling. Balletje tussendoor, die moet Roald de Vries hebben. Maar nu wat ruimte door opkomende back. Balletje randje 16. Dat is een prima beweging van de nummer 9 van Hoek. Die met een simpele voetbeweging zichzelf vrij speelt om te schieten. Diepe bal. Leek buitenspel, maar toch niet. Nu wordt dat dus duidelijk een kans. Jongens. DVS-verdediging hield echt rekening met buitenspel, maar dat moet je nooit doen. Verkeerd paasje van Banani. Brengt DVS in een kansrijke positie. Wie weet. Benjamin Roemejon. Roemejon. Tegenstander tegenover zich. Twee tegenstanders. Ja, ze kennen hem. Nog steeds Roemejon. Roald de Vries. Altijd achter hem. Prima paasje van Olivier Pilon. Bal voor. Jongens. Reageer eens even een beetje alert. Schitterende aanval. Staan twee aanvallers te slapen eigenlijk. Uiterlo. Nog een keer Uiterlo. Pilon. Ja, dat wordt een prooi voor de keeper. Dat is duidelijk. Ik denk dat er toch wel een voorzet aan gaat komen. Deze vrije trap. Met inkomende mensen. Zeker met die Van de Pitten erbij. En nog ook die lange Nelis. Robin Nelis. We gaan het zien. Wat zal dit opleveren? Hou de focus maar op de bal, Daan. Komt-ie. Rakelings naast de paal. Had ook zomaar de 0-1 kunnen betekenen hier in Ermelo. DVS op rechts. Enrico Patrick. In de versnelling. Op zijn broer Joshua Patrick. Joshua geeft die bal voor. Pilon. Roemejon. Drukken. Benjamin Roemejon. Vloedgraven. Mooie combinatie. Vloedgraven de Vries. Roald. Dat is een mooie poging van Olivier Pilon. Omhalertje. Omhaal. Wederom geen soepele afstemming op elkaar. En uiteindelijk balbezit opleverend voor Hoek Impens. Geef hem geen vrijheid. Prima paas, goed gezien. En dan moet Daan Huiskamp toch handelend optreden. Terwijl het er zo hoopvol uitzag. Ook dit weer goed verdedigd door Hoek. Maar dit is weer een misverstandje van Hoek. Maar DVS kan net niet profiteren. Nu wel, misschien.
Daar komt Joshua Patrick. Op snelheid, op snelheid. Oh, 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 oh. Ja, scheidsrechter liet doorspelen, Joshua. Dan kan je wel zeggen, scheids, scheids. Maar hij had beter langs de keeper kunnen lopen. In plaats van precies in zijn armen. Vloedgraven. Enrico Patrick. Wat gaat hij doen? Zoekt Oktay Özturk. Die zoekt de combinatie op met Benjamin Roemeel. Geeft hem aan Joshua Patrick. Geeft die bal daarvoor. Uiterlo. Uiterlo. Oeh, wat doet hij dat handig. Net naast. Typisch Uiterlo balletje. Volkomen onverwacht weggedraaid. Technisch meer dan voortreffelijk. Maar net naast schietend. Roald de Vries, goed opgelost. Ook dit is goed. Moro. Soufiane Moro. Moro. Op Uiterlo. Uiterlo, prima. Zet de bal daarvoor. Maar weer staat er helemaal niemand. Ja, Benjamin Roemeyon liep met de bal mee. Maar niet tegen de bal aan. Oktay Özturk. Koppend. Benjamin Roemeyon. Misschien nog een laatste aanvalspoging van Hoek. Verijdeld door Özturk. Die niet opgeeft. Altijd maar doorgaat. Wie weet, levert het wat op? Levert het wat op? Nee, het levert niet weer. Nu. Moro, Moro. Moro. Özturk. Met de voorzet. Overgekopt Joshua Patrick. En voor het laatst gefloten de scheidsrechter. Een van de uitblinkers. Shona Shukrula. De analyse met de beide trainers. Allereerst Lieven Geefaerts en Simon Ouali. De nieuwe trainer van DVS 33. De wedstrijd van vanmiddag. Ja, jouw verhaal, Lieven. Ik denk in de eerste plaats, om het een beetje te kaderen, dat we de voorbije twee partijen nogal stevig erin gehakt hadden mentaal bij ons. 6 doelpunten op Harkema en dan 4 tegen Nijkerk. En dan moet je denk ik heel zelfbewust zijn en je plaats kennen. En dan weet je dat je op DVS niet frank en vrij moet komen alles openleggen. Dus ik denk dat dat duidelijk was, dat we met een goede organisatie hebben gespeeld. De jongens dat ook heel goed uitgevoerd hebben. Het kostte heel veel energie en dat zag je in onze laatste 20, 25 minuten. Dan was het moeilijk om nog een goede omschakeling te maken. Ook door de sterkte van de tegenstander, vond ik. Maar ik denk als je de 100% kansen optelt, dat het misschien wel een billijk resultaat is. Oké, Simon Ouali, jouw verhaal. Ik heb zo het idee dat je toch liever met 3 punten hier weg was gegaan. Nou, gezien het vele spel hadden wij zeker recht op meer. Want wij begonnen voortvarend. Meteen de eerste fase een 100% kans. Daarna hadden wij moeite met het middenveld van Hoek, met de roulatie. We hebben het anders neergezet in de tweede helft. Nou goed, dat gaat die kosten van een wissel. Die pakte ook een gele kaart van Frank van den Burg. Waardoor wij genoodzaakt waren om een wissel toe te passen. En wat meer hoog druk te gaan zitten met wat snelheid met inrikken. Nou ja, de tweede helft zag je heel duidelijk dat wij gewoon meeste bal bezit hadden. En we hadden gewoon, we hebben ons vergeten gewoon te belonen gezien het veldspel in de aantal mogelijkheden die we gehad hebben. Kijk, we wisten dat de Hoek natuurlijk hier met missen tussen de tanden zou spelen om hier de schade beperkt te houden. Nou, het is heel lastig om er doorheen te komen. Je moet ook niet vergissen dat de Hoek een uitstekende ploeg is. En bij ons ontbrak het vooral de eindpas in bezitting voor het doel. En voor de rest, ja, qua veel spelen kan ik niet ontevreden zijn. Maar qua resultaten ben ik zeker teleurgesteld. Vooral
Dus ik zie wat voor energie de club hierin gestoken heeft. Oké, bedankt. Over de hele wedstrijd gezien, ben je nou tevreden? Een tevreden trainer na zo'n bloedeloze 0-0 heb ik het ook even genoemd. Maar het was ook weer niet heel bloedeloos. Nee, ik denk dat het een mooie wedstrijd was eigenlijk. Ondanks, het kan ook een mooie wedstrijd zijn zonder doelpunten. De jongens zeiden net in de kleedkamer dat het heel lang geleden was dat het 0-0 werd. Maar als je kijkt naar ons doelpuntensaldo, en we maken er heel veel, we hebben er ook heel veel tegen, veel te veel voor een topteam te kunnen zijn, dan moet je ergens in je organisatie iets bijschaven, denk ik. Zeker als je bij zo'n sterk team komt spelen die toch wel offensieve beelden heeft. En dan denk ik dat we het op dat vlak echt uitmuntend gedaan hebben. Zeker, zeker. Het eerste gelijke spel, denk ik ook, hè? Dat klopt, ja. Dan moest er één keer van komen. En goed, het is vrij laat, maar... Het zegt ook dat we onze voorbije partijen ook altijd gespeeld hebben om voor de volle buiten te gaan. En misschien moeten we eerlijk zijn en vandaag zeggen dat we op DVS kunnen tevreden zijn met een gelijkspel. Zeker, dat kan ik me goed voorstellen. En jij, denk ik, Simon, ontevreden. Eerste week met de spelers, tevreden daarover? Ja, zeer tevreden. Ik ben hier heel goed opgevangen van de materiaalman tot de voorzitter. Dus dat geeft je natuurlijk warmtegevoel. En uiteraard, de groep is uitstekend. Nogmaals, iedere trainer kan jaloers zijn op zo'n spelersgroep. Dus er is natuurlijk heel veel kwaliteit. Maar goed, dat is ook de verdienste van de club en ook van de opleiding van de club. En er is een visie bij de club. Dat sluit aan bij mijn visie. Die ik voor ogen heb met deze groep. En daar gaan we op voortborduren. Veel plezier verder met deze groep. En op naar de volgende thuiswedstrijd tegen Jong Almere City. Hè? Ja, dankjewel. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.